De Service Club Rotor Act Suriname is vandaag van start gegaan met een Rotor Act Suriname Retention Weekend 2019 voor haar leden. Deze activiteit is volgens Samuel Blankendaal, president van Rotor Act Club of Genesis, een trainings- en teambuildingsweekend om Rotor Actors in 2 dagen op een interactieve manier kennis en vaardigheden bij te brengen. De bedoeling is dat de Rotarians de opgedane kennis in hun carrière kunnen toepassen, verduidelijkt Blankendaal. Retention Weekend hebben we elk jaar binnen de Rotary Clubs. Dit jaar doen we het wel samen. We hebben 3 Rotary Clubs in Suriname, Fresh, Paramaribo en Genesis. En het doel is eigenlijk om de Rotary kennis jaarlijks weer op te krikken, zodat we kwaliteitsprojecten kunnen afleveren in de samenleving. Dus daarmee bedoel ik te zeggen, we volgen trainingen met verschillende onderwerpen, we doen teambuildingsactiviteiten en dat moet echt resulteren in weer een goede gang van zaken richting de samenleving. Ik zie dat dit de eerste keer is dat zo'n weekend wordt georganiseerd. Waarom hebben jullie gekozen voor een weekend? We hebben gekozen om het in het, normaal doen we het in een weekend, maar dat doen de drie clubs doen het apart. We hebben dit jaar besloten om het gezamenlijk te doen, omdat we zeggen van gezamenlijk kunnen we meer bereiken en kunnen we het niveau ook omhoog trekken door te weten wat andere clubs hun sterke punten zijn, zwakke punten, zodat we elkaar op die manier aanvullen. Dus dat is de reden dat we het dit jaar gezamenlijk doen. Blankendaal zegt verder dat er een zeer aantrekkelijk en gevarieerd programma is opgesteld met sprekers van eigen bodem. De organisatie is ervan overtuigd dat door te investeren in jonge actieve burgers de kwaliteit van hun leven en toekomstige generaties wordt verbeterd. We hebben last van de Rotary Actors ook gasten, mensen die pas zijn aangesloten, die eigenlijk het reilen en zeilen binnen de club leren kennen. Maar er zijn verschillende onderwerpen. We hebben uiteenzetting gegeven wat de Rotary Act inhoudt, wat de Rotary inhoudt, lokaal, districtniveau en internationaal niveau, want we zijn een wereldwijde organisatie. We gaan onder andere praten over conflictmanagement in vrijwilligersorganisaties, de rol die een vrijwilligersorganisatie kan hebben in je persoonlijk leven, engagement en commitment. Dus dat zijn enkele van de sterke onderwerpen waarover we zullen praten en discussiëren. En enkele van de facilitators zijn de heer Derek Curry, de heer Rick Sudama, Jean-Luc van Charante. Verder hebben we ook nog Marciano Marciano Lee Ayong, een van de heren die een van de sessies zal verzorgen. Dus ze zijn allemaal echt interactieve, educatieve, interessante sessies. Dus de vertaalslag gaan we op dit moment misschien niet direct kunnen zien. Aan het eind van het jaar, het Rotaryjaar begint op 1 juli en eindigt 30 juni. Aan de hand van wat we allemaal hebben geleerd dit weekend, gaan we dat moeten toepassen in, bij het organiseren van projecten. Dat was Samuel Blankendaal, president van de Rotary Act Club of Genesis. We spraken hem in het kader van de Rotary Act Suriname Retention Weekend 2019. De activiteit wordt gehouden bij Kliniek Kiros aan de Verlengde Keizerstraat en wordt morgen afgesloten.